We zijn live, want ze is er. Mahinde Verkerk was wereldkampioen, was Europees kampioen judo. Een van de grootste topsporters op dit moment van Rotterdam. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. We beginnen altijd met de actualiteit. Ja. En dat is eigenlijk het meest verdrietige onderdeel wat jou betreft van het hele gesprek. Ja, en dat is heel erg vers, ja. Dat is gisteren officieel bevestigd, ja. Gisteravond werd je gebeld dat je uiteindelijk niet naar de Olympische Spelen gaat. Ja. Je zei daar van tevoren van, ik verwacht wel dat dat de uitkomst zal zijn. Ja, ja, klopt. Ik wist wat me te doen stond op de EK. Dus, En toch is er dan ergens nog iets? Ja, het is meer... het maakt het zo definitief. Ik denk dat dat het is. Want ik weet het en ik wist al, er gaat niks meer aan veranderen. Dus het is niet zozeer dat ik ergens hoop op had. Maar het maakt, denk ik vooral omdat het gewoon iets definitief maakt. En het is klaar en... Ja, een streep erdoor en gaat gewoon niet gebeuren. Ik denk dat dat het gewoon is. Wat doet dat met je? Dat maakt me toch wel weer even verdrietig. En wat er vooral pijnlijk aan is, ik heb vanaf mijn 16e Olympische droom. En ik heb gelukkig wel op twee andere Olympische Spelen mogen staan in 2012 en 2016. Maar ja, ik had nog geen eremetaal. En nee. Dat is eigenlijk de enige medaille die nog ontbreekt aan mijn erelijst. En dat kan ik nu vergeten. Als in, ik weet, ik ga niet nog een keer 4 jaar door. Nou, in dit geval 3 jaar. Die droom heb ik helaas niet kunnen verwezenlijken. Ik heb wel mijn Olympische ervaringen en die zijn heel erg mooi en heel erg waardevol. Maar ja, het is toch wel even schakelen dat... Dat grote doel nu gewoon wegvalt en weg is en ook definitief niet meer terugkomt. Dus dat is heel gek. En je leven verandert. Ja, en mijn leven verandert, ja. Nou ja, en dat komt omdat ik weet, het einde van mijn carrière, dat nadert nu. Dat gaat ergens in de komende maanden vallen. Waar ik ook heel erg oké mee ben. Maar toch, het neemt een hoop verandering met zich mee. Ja. En buiten dat het steekt... Dat kan je als niet-topsporter nauwelijks voorstellen als je wereldkampioen bent geweest, Europees kampioen. Dat je overheerst nou eigenlijk het gevoel van, ja, godverdomme, ik had gewoon zo'n medaille moeten hebben van de Olympische Spelen. Het is niet dat ik denk, mijn carrière is mislukt of zo. Nee. Het is niet compleet, het is niet mooi, het is niet goed of zo. Ik denk niet, ik ben nu niet goed genoeg. Zo is het niet. Maar het is, ja... Ja, het is dat doel waar je het allemaal voor gedaan hebt. En ook zeker de afgelopen 4 jaar waarvoor ik door ben gegaan. En dan wist ik ook, ik ga me niet vastpinnen op de Olympische Spelen. Want ik weet hoe moeilijk het is om die dag... en dat alle puzzelstukjes bij elkaar vallen. Hoe goed ik ook was, of en ben. En hè, zoals in Rio was ik in topvorm. Maar het liep helemaal anders. Dus ik wist gewoon, ja, als ik dat gewoon nog een keer dan kan halen. En ik heb gewoon de afgelopen 5 jaar is gewoon heel... een struggle geweest, ook fysiek, met de fysieke pijnen. Dus ik was al heel erg blij dat ik er nu echt weer om gestreden heb. En dat ik zo dichtbij was. En dat ik de kans heb gehad, eigenlijk. Als jullie allebei waren gegaan, Guusje Steenhuis en jij... Ja. Dan waren jullie allebei goede kanshebbers op in elk geval medailles. Ja. Wie beslist nou eigenlijk dat er maar één mag? Ja, dat is al jaren in de judowereld gewoon een regel. Nederlandse judowereld? Nee, internationaal. Dus uiteindelijk beslist een Nederlands comité van vier mensen beslissen wie het gaat worden. In combinatie met interviews met de Olympische trainers. Maar internationaal is het gewoon de regel. Er kan per klasse mag er maar één persoon per land uitkomen. Ik weet het niet waarom, maar dat is het gewoon. En op alle andere toernooien mogen er minimaal 2. Ja, dus een EK en een WK mogen 2 sporters
van hetzelfde land naar Maar als je naar Olympische, naar andere Olympische sporten kijkt. Ja, ja ik weet het. Buiten dat het steekt dat je die medaille niet hebt, je vond het volgens mij ook hartstikke leuk op die Spelen. Ja, nee, ja dat is toch prachtig. Dat is dorp, wat was dat dan? Ja, het is heel bijzonder dat je weet en dat je ziet, je loopt hier gewoon met de allerbeste sporters van heel de wereld rond. Dat is echt iets bizars. En met allemaal hetzelfde doel en allemaal dezelfde soort instellingen. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Plus, je zit echt in een dorp waar geen andere mensen komen. Ja, dus je voelt je heel erg uitverkorene. Dat is het. En voor de rest, ja, de Spelen heeft iets magisch. Weet je, zo'n hele stad is omgebouwd. Iedereen wil successen en spektakel zien en verhalen horen van en achter sporters. En ja, daar valt de hele wereld een beetje samen, zeg maar, voor sport. Speelt op de achtergrond ook nog een rolletje. Tokio is natuurlijk voor het Nederlandse judo een soort van heilige grond, doordat Anton Geesink de hele judowereld daaruit, 1964, op zijn kop heeft gezet. Ja. Speelde dat voor jou mee? Dat is zeker wel bijzonder. Dat is een soort van de plek waar je Olympisch kampioen wil worden of waar je überhaupt kampioen wil worden. Omdat het inderdaad Tokio is en het is in dezelfde hal als waar Geesink daar won. Dus dat is zeker wel bijzonder. En je weet ook, het Japanse publiek is niet per se het meest uitbundige zoals Nederlanders dat zijn. Maar die hebben zoveel bewondering en respect voor judo dat dat toch iets heel speciaals is. Ja, dat zal nokkie vol zitten daar zo, normaal gesproken. Een heel ander onderdeel van de actualiteit is dat buiten er allerlei coronaversoepelingen zijn. Gisteren was, toen waren die versoepelingen nog niet, maar was al een beetje merkbaar. Ja. Heb jij nog Koningsdag gevierd in de stad? Nee, niet in de stad. Ik ben gewoon in de tuin met familie heb ik gebarbecued en gewoon gezellig gegeten. Die terrassen gaan weer open. Ben je dan iemand die als een malle al die terrassen afgaat? Of zit je nog meer in een sportdubbeltje? Ja, allebei niet echt nu even. Nee, maar zoals het weer was vandaag, denk ik wel, het is eigenlijk wel lekker om op terras te gaan zitten. Maar ik heb vandaag ook nog gewoon dingen te doen, werken. Ja. Dus ja, ik heb eigenlijk geen tijd voor zessen. Dat is het eigenlijk meer. Maar nee, ik kijk wel vooral uit dat je weer ergens kan gaan zitten en wat kan versnaperen. Dat je weer lekker ergens een hapje kan eten. Nou, geldt voor heel veel mensen. Een van die mensen is Herman Hel, belangrijke horecaondernemer in deze stad. En namens al die mensen die in de horeca uitkijken naar wat er straks allemaal weer mag, een filmpje. Jij was alles waar ik naar verlangde. Terwijl ik wandel langs de leegstaande panden. Geen biertje op de zondag, geen koffie op het terras. Ik voelde leegte, zat totaal niet in mijn sas. Maar daar is hij weer. De zwaai, de groet, de lach. Tijd voor nieuwe herinneringen. Weer optimaal genieten van de dag. Je maakt me gelukkig. Je maakt me blij. De stad die ik nodig heb. Met of zonder iemand aan mijn zij. Samen houden we de stad in ere. Onze stad, no matter what. Goeie laatste slogan, hè? Zeker. Heel mooi. Wij hebben elkaar ook gesproken in 2016, voordat je naar de Olympische Spelen in Rio ging. Ja. En toen blikte jij onder andere terug op die wereldtitel in 2009. Ja. En toen zaten wij in dat gesprek, leerde ik je kennen. Ik vind je een heel zacht, warm mens. Ja. En toen zei je, ik zat bij dat WK een soort van in een flow en ik stapte die ring in en ik kon alleen maar denken, ik maak je af. Ja. Ja. Kan jij uitleggen wat er eigenlijk in een mens vaart om die transitie door te maken? Judo is echt een man-tot-man gevecht, vrouw tot vrouw. Is gewoon heel puur. Als je elkaar vastpakt, dan voel je gewoon wat je tegenover je hebt staan. En je kan gewoon niet vechten. Het is vechten, het is een verdedigingssport, maar het is toch gewoon echt wel een gevecht. Zonder jezelf te laten zien eigenlijk.
En er moet, ja, bij mij gaat er gewoon een soort knop om. Ik moet mezelf ook, of ik pep mezelf ook op. Ik ga echt op de, wel op de agressie om, ja, om ja, om voor de overwinning, zeg maar. Ik kan niet dat een vriendelijk gevecht hebben. En ik denk dat niet niemand het kan. Als het echt, je pakt elkaar echt vast. Weet je, het is nog anders dan wanneer je allebei in een baan zwemt. Ja. Maar je hebt elkaar echt fysiek vast. En je moet iemand wat aandoen, zeg maar. Binnen alle technieken. Dus ja, en het is jezelf voor die ander zetten. Dus je moet gewoon voor je plek vechten. En hoe doe je dat oppeppen? Ja, ik doe dat met muziek. Ik doe dat. Nou, tegenwoordig heb je ook op Spotify allemaal van die pep talk dingen, zeg maar. Dus dat doe, het verschilt heel erg ook hoe ik zelf in de mood ben. Soms draai ik gewoon Michael Jackson. En ben ik, zeg maar, op die ontspannen. Maar op het moment dat ik mat opstap, dan is het echt agressie en daar hard in gaan. Ik ben sowieso van het mijn tegenstander heel erg ontregelen, in beweging zetten en eigenlijk ja, de hoeken van de mat laten zien en dan toeslaan. De adrenaline gewoon in mezelf oppeppen, dat is het allerbelangrijkste. Ik kan me voorstellen dat het in dat kader ook best wel een beetje angstig is om te stoppen. Want wat in je leven kan je ooit gaan doen waarin je die adrenaline kicks krijgt? Waarin ik die gedachten heb. Snap je? Want ook, ik zie je ogen glinsteren. Ja. Het voelt gewoon lekker, blijkbaar. Ja, dat is wel lekker. Ja, gewoon all out. Dat is gewoon alle remmen los. En niet meer nadenken over wat je aan het doen bent. Ja. En gewoon dat gaan doen wat jij wil. Wat jij wil bereiken. En dat is die ander op zijn rug gooien. Is dat eng? Nou, dat is. Ik hoor wel van oud-topsporters, oud-judoka's die zeggen, ja, ik mis die adrenaline en ik mis wel echt dat wat judo hebben. Je kan het zoeken. Ze gaan rugbyen of ze gaan crossfitten of zo. Maar ze missen toch wel dat stoeie element, wat natuurlijk ook heel erg leuk is. En die spanning. En dat zeggen ook steeds meer mensen om me heen. Die zeggen, ja, maar dit ga je inderdaad nog maar even voelen en daarna niet meer. Nee. Ja, ik denk dat ik het mezelf nog niet genoeg besef. Maar het is ook gewoon mooi geweest. Dus ik ben ook wel toe aan iets nieuws, aan iets anders. Ja. Ligt dat voor een deel ook nog op een andere manier in de judo-sport, denk jij? Hoe bedoel je? Nou, als trainer of als... Ik vind het wel oprecht leuk om mensen te helpen. Maar op dit moment nog even niet, denk ik. vind ik heel lastig. Ik zie mezelf niet zozeer een trainer worden vanuit Papendal. Maar ja, misschien is dat over 5 jaar anders of over een aantal jaar, als ik even wat afstand heb genomen. Heb je er vrienden aan overgehouden? Ik heb er wel vrienden. Ja, voornamelijk vriendinnen. In ieder geval, maar die zijn al gestopt. Maar en met Sjoel ben ik ook heel goed. Sjoel Fransen, die wel naar de Olympische Spelen gaat. Ja. Maar voornamelijk de meiden Edith Bos, Carola Uiloet, Elisabeth Willeboortse. Dat was in de tijd, zeg maar, van rond 2012. En eerder, dat zijn wel meiden waar ik nog steeds regelmatig contact mee heb, ja. Wat je toen ook zei, is, ja, ik speelde ook gewoon met Barbies. Ja, en dat was daarvoor, hè? Dat was toen niet toen, tijdens. Maar dat klopt. Ja, toen ik klein was, ja, ik was ook echt een meisje, ja. Maar ik heb wel 3 broers en die hebben me, denk ik... altijd weten, ja, dat was een soort uitdaging altijd met hun. We gaan bomen klimmen en we gaan stoute dingen doen en we gaan stoeien. Dat is denk ik die andere kant. We zijn sowieso heel fysiek thuis, dus elkaar vastpakken en knuffelen en stoeien. Maar ja, ik denk dat hun altijd wel de grens voor mij verlegden. Je bent de jongste, toch? Ik ben de ene jongste. Oké. Okay. Ja. Dus vroeger verloor je vaak met dat stoeien? Doe je het nog steeds? Ja, ik was ook alweer groot. Hè? En dan ging ik ook op school op de rand van de zandbak. Gingen we altijd zo'n rijtje door elkaar eraf gooien. En dan was ik altijd degene die het langst bleef staan. En toen ben je uiteindelijk via een nichtje in die vechtsport terechtgekomen. Ja, klopt. Ja. Die nicht van mij, die deed jiu-jitsu. En die had allemaal stoere verhalen. En die kwam met blauwe plekken, kwam ze dan bij ons langs. Ook dat was het. Yes. Ja. En ik heb 3 broers, maar zij was een soort voorbeeldfunctie, had zij voor mij. En ik keek onwijs tegen haar op en ik dacht, ja, maar dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Dus toen zei ze mij, YouTube, ik was toen 8. Dat was een beetje
te heftig nog voor die leeftijd. Nou, ga dan eerst judo en dan kan je vanaf je 12e kan je overstappen naar jiu-jitsu. Maar dat is nooit gebeurd. Ik ging judo en dat was geweldig. Hoewel in het begin, dan deze ook wel eens van spelletjes natuurlijk. Ja. Op die kinderen een beetje naar de zin te maken. Ja, ik was, ik wilde die blauwe plekken, toch? Ja. Dus die eerste les was waarschijnlijk een les voor de vakantie of na de vakantie. Ik weet het niet. Dus we deden alleen maar spelletjes. Dus ik kwam thuis. Maar ja, we hebben alleen maar spelletjes gedaan. Dat vind ik niet leuk. Ik wil ergens anders heen. Dus toen ben ik echt naar een andere school gegaan. Uiteindelijk ben ik toch teruggekomen bij die sportschool. Want die hadden een betere wedstrijd. Nou ja, maakt niet uit. Maar ja, ik was echt, eigenlijk toen al, als ik nu terugdenk, best wel gedreven. Ik weet wat ik wil, dus daar gaan we. Ik wil het ook op die manier. Na je Europese titel in 2015 ging de judobond centraliseren. Moest je in het trainingsprogramma in Papendal. Ja. Is dat ergens goed voor geweest, overigens? Die beslissing in het algemeen voor het judo? Ja, dat kunnen we nu nog niet zeggen, denk ik. Het gaat de laatste jaren gaat het wel echt goed met veel medailles. Maar het ging uiteindelijk om de Olympische medailles. En dat moet nu uitblijken. Maar ze zeggen ook dat plan is bedacht om in 2024 pas de medailles te gaan tellen. En kijken of we dan meer hebben dan één of twee. Oké. Dus ja. Daarvoor was je bij Chris de Korte. Je bent eigenlijk zo verbonden aan Chris de Korte dat je nooit kan zeggen dat je er los van bent. Nee. Hoe... Ook voor de niet-judo mensen. Hoe groot is als coach Chris de Korte? Chris de Korte is een Louis van Gaal, zeg maar. Of echt een hele grote coach met de meeste Olympische medailles binnen het Nederlandse judo. En dan hebben we ook nog Cor van de Geest. Maar Chris de Korte heeft gewoon de meeste. En met Angelique Cerise als eerste vrouw die de Olympische medaille won... ergens in de jaren 80, geloof ik. En hij heeft eigenlijk met al zijn judoka's die internationaal zo goed waren, EK en WK medailles haalden, heeft hij ook altijd Olympisch eremetaal gehaald. Ja, hij is gewoon een fenomeen binnen het judo. En hij heeft zoveel kennis en hij heeft eigenlijk het Japanse judo naar Nederland gehaald. Door zelf maanden in Japan te gaan leven. Ja, als achteraf zou je zeggen kind, was het een hele jonge man. Ging naar een land waar niemand hem kende, waar hij niemand kende. Nee. Waar die 16, 17 uur per dag op een judomat stond. Ja, hij dacht ik wil gewoon goed leren judo en ik moet daar naartoe. Ja, inderdaad. Geen taal kunnen spreken, nog niks weten, maar... Nee. Heel gedreven en denk ik wil dat gaan doen. Ja. 84 jaar? Ja. En nog weinig aan kracht verloren, als ik jou hoor. Ja, vind ik wel hoor. Kijk, natuurlijk is het een oude man. Maar in zijn geest en in zijn doen en laten is hij echt nog super vitaal. En heel bij de tijd en heel gedreven. Je vertelde net dat je een poosje met hem naar Japan bent geweest. Ja, klopt. Ja, echt met z'n tweeën, toch? Met z'n tweeën, ja. Echt met z'n tweeën, ja. Ik wilde toen los van de groep. Van het Nederlands team ging toen naar een ander land voor een trainingskamp in voorbereiding op de Olympische Spelen in 2016. En ik wilde naar Japan. En omdat de rest daarheen ging, dacht ik, ga ik vragen of ik met Chris de Korte kan. Dus omdat hij niet meer bij het trainingscentrum zit vanuit Papendal. Dus daar hebben ze dat mocht doen. En toen heb ik inderdaad 2 weken met hem in Japan gezeten. Zonder gezellige meidengroep eromheen of whatever. Gewoon met z'n tweeën 2 keer per dag naar de dojo en gaan trainen. En ja, dat is super bijzonder, want die man zit zo vol verhalen. En je zou zeggen, ja, met een man van 80 2 weken in Japan zitten, dat doe je toch niet? Maar ja, het was geweldig eigenlijk. Het was super gezellig. Is het zijn bescheidenheid dat wij zo weinig over hem horen? Ja, dat denk ik wel. Terwijl als je hem zou spreken, dan is hij heel erg uitgesproken. Het is niet dat hij mediaschuw is of zo, dat is totaal niet. Maar hij is niet degene die vooraan staat en het hardste schreeuwt. Nee. Nou, we gaan hem vragen, hè? Ja, komt hij hier tussen ons in zitten? Ja. Een andere trainer, maar dan veel meer in fysieke zin, Hans Kroon, waar je aan verbonden bent. Die reageerde vanmorgen al op social media en zei...
ik heb geloof ik nog, ik zeg het nu in mijn eigen woorden, maar nog nooit zo'n trainingsbeest gezien als Mahinda. Ja. Ja, dat heb ik hem wel eens vaak horen zeggen, ja. Ja, hij krijgt altijd zin om zelf te gaan trainen als hij mij heeft zien trainen. En, zeg maar. En wat is dat dan? Ja, in jou? In wat, dat ik zo'n trainingsbeest ben. Ik kan me voorstellen, wat jij net vertelde, je pakt iemand vast en dat er iets ontstaat en nou ga ik te verscheuren. Ja. Maar dat je dat elke dag kan opbrengen in een sportschool? Ja, maakt niet uit. Of dat, ik, ja, of een sportschool of op de judomat. Als ik ga trainen, ga ik trainen. En dan gaat die knop om. En dan wil ik gewoon in iedere beweging beter worden. En of dat nou met gewichten is of niet. Maar daar, ja, explosiviteit, snelheid, alles wil ik dan gewoon verbeteren. En dat is waar ik mee bezig ben. En ik vind, ja, ik kan daar ook echt van genieten. Ik vind dat heerlijk om jezelf een beetje pijn te doen, om grenzen te verleggen. Want dat is het eigenlijk. Kan ik iedere keer weer beter worden. Tijdens dat trainen heb je ook een poosje moeten, zou ik bijna zeggen, kijken naar spelers van de betaald voetbalorganisatie die daar ook trainden. Ja. Ja. Ja, dat heeft je wel verbaasd toen, toch? De intensiteit? Ja, dan zie je, nou ja, gelukkig zeggen ze het zelf ook, want dan komen ze naar je toe en dan zeggen ze, jeetje man, wat train jij hard? Ja, dat is toch normaal als topsporter, je moet toch hard trainen? Ah, nou, jullie trainen wel echt harder. Jullie trainen wel echt harder dan wij voetballers. Dus ja, daar is dan gelijk respect en ook wederzijds respect. En dan zie je eigenlijk hoe erg, hoe goed je elkaar kan inspireren en motiveren. Maar ja, ik sta er in mijn eentje. Ik sta letterlijk in mijn eentje op de mat. Dus ik moet het ook zelf doen. Het enige instrument wat ik heb is mezelf. Dus ja, daar wil je alles voor in de hand hebben. En daarvoor wil ik alles doen. Ik kan me niet schuilen achter een van mijn teamgenoten of zo. Dus ik, ja, dus dan denk ik, moet wel. Ik heb Hans vraagt, want dit is een uitzending waar je niet alleen naar kan kijken, maar ook aan mee kan doen. Hans vraagt, welke andere vechtsporten bewonder je? Oh, en dan vechtsporten. Nou, ik kijk wel graag naar MMA ook. Het is wel een heftige sport, dat besef ik me. maar ik vind, ja, eigenlijk die mixed martial arts, het kickboksen volg ik ook wel, het MMA. Heb ik ook nog een tijdje zelf gedaan. Toen even een paar maanden na de Olympische Spelen dacht ik, nou, ik ga iets anders doen. Maar dat is nog wel een stapje verder, hoor. ik kon niet zo goed stoten, zeg maar. Dat was niet zo. Wij hebben na die Olympische Spelen ook nog wel eens met elkaar gesproken over hoe jij de bizarre manier beleefd hebt waarmee je toen uit dat toernooi geknikkerd werd. Ja, we hebben het openbaar samen teruggekeken. Ja, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik vond het zelf toen al moeilijk. Wij zaten toen bij Panenka met een ploegje mensen om jou heen, naar jou te kijken. Ik krijg er nog kippenvel van. En dat je met z'n doodstil was het daar, dat wij al met z'n allen zoiets hadden. Hoe kan dit? Ja. Toen wij erover spraken, ook voor het publiek, toen was je daar best wel nuchter in. Achteraf beschrijf je het toch als een soort traumaatje. Dat is het wel. Want het is, ik kon er gewoon toen, je kan er niks meer aan veranderen. Het is gewoon een soort litteken wat je houdt, wat je bijdraagt en... Ja, dan denk je, wat heeft het me opgeleverd of waarom heeft het zo moeten gaan? Maar dat zijn allemaal hele moeilijke vragen. Het enige wat je wil is er weer sterker uitkomen en zorgen en het eigenlijk ombuigen en omdenken naar iets goeds. En denken, nou weet je, zo'n golden score en zo'n wedstrijd wil ik nooit meer. En ik weet nu hoe het voelt. Ik weet nu wat het me brengt en hoe het is om na 12 minuten judo... Om er dan te staan en waar het hem in schort of waar je een verschil kan maken. Dus op die manier heeft het me gesterkt. Maar dat het zo'n drama werd en zo'n nachtmerrie van een wedstrijd en van een Olympische Spelen. En dat het precies daar gebeurt en dat het in je eerste wedstrijd gebeurt. Dat is gewoon echt een nachtmerrie voor een Olympisch atleet. Ja. Ja. Wat is je mooiste prijs, vraagt Thomas. Ik ben wereldkampioen geweest in 2009. Dat is alweer voelt en is alweer zo lang geleden. Maar goed, dat was wel echt een
gigantisch hoogtepunt en zo mooi, omdat het in Ahoy was. Ja. Dat was gewoon geweldig. En een andere hele mooie prijs, een belangrijke prijs, is eigenlijk de EK in 2015. Dat was zo, de omstandigheden waren zo moeilijk. En dat was net het proces van centralisatie en het afscheid nemen van Chris de Korte. Die niet aan mijn mat mocht zijn. En een noodoplossing, het laatste moment. En je totaal niet gesteund voelen door de judobond. Of door het team wat daar zit. En dat ik het echt voelde. En wat Chris altijd tegen me zei. Je kan het zelf en je moet het zelf kunnen. Ik dacht, nou ja, dat kwam die dag helemaal samen. Ik heb het voor mijn gevoel echt helemaal alleen gedaan. En op mijn eigen kracht en op mijn eigen kennis. En ik hoorde Chris de Korte in mijn achterhoofd wat ik moest doen. Maar ik sloot me volledig af voor alles wat er om me heen was. En ik dacht, ik krijg allemaal de piep. Ik ga en een jaar na mijn kruisband, voorste kruisband blessure, afgescheurde kruisband. Ik zei toen al, als ik terugkom word ik Europees kampioen. Nou, dat gebeurde en de manier waarop. Ja, ik zat helemaal in de flow, net zoals in 2009. Ik zat helemaal in de flow en ik achteraf hoorde ik zelfs dat tegenstanders zeiden van ja, ik wist toen ik jou vastpakte dat het gewoon niet ging lukken. Dus ja, dat was vooral ja, dat ik het zo op mezelf, met mezelf heb gedaan. Dat was heel bijzonder. En nou doe je zo'n carrière per slot van rekening natuurlijk sowieso alleen. Zeker in een individuele sport. Mm-hmm. Is er ook iemand die je bijzondere dank bent verschuldigd voor wat je bereikt hebt? Nou ja, je doet het alleen, maar ik heb toch een heel team mensen om me heen. Zeg maar, zoals Chris de Korte en Hans Kroon, die ik al vanaf mijn 18e ken. Dus al 16 jaar mee samenwerk. En voor Chris de Korte is dat eigenlijk hetzelfde. Ook Marjolein van Une, de oud-bondscoach. Die is ook tot vandaag de dag nog steeds betrokken bij mijn proces en bij hoe het gaat. En mijn ouders, ja, dat zijn toch ook wel mensen die een hele basis en een steun voor eeuwig hebben. Dus ja, ik doe het niet alleen, zeker niet. Dankjewel dat je er was. Ja. Ik krijg net in mijn oortje dat ik vergeten ben om het filmpje te laten instarten van je overwinning in 2015. En het is nu tijd. Maar als je dat wil zien, kan je op YouTube, trouwens, daar staat nog heel veel meer van Mahinda, heel veel van die gevechten bekijken. Sorry daarvoor. Maar ik zat helemaal in het verhaal, moet ik zeggen. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Wat jij wel kwijt wil? Nee. Nee, het was een heel mooi gesprek. Nou, fijn dat je er was. Ja. En we zien elkaar later terug met Chris de Korte erbij. Gaan we doen. En het was ook fijn dat jij er was natuurlijk, want uiteindelijk draait het allemaal om jou. Je bent een fantastisch publiek. Tot volgende week. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl.